De stop-and-go adaptieve snelheidsregeling gebruikt gegevens van de camera op de voorruit en de radarsensor in de voorbumper om de gewenste snelheid aan te houden en de correcte volgafstand te bewaren tussen u en uw voorligger. Als u uw voorligger te dicht nadert, zal uw voertuig afremmen tot zo nodig een volledige stop zonder dat u zelf hoeft te remmen. Wanneer de volgafstand weer groot genoeg is, gaat uw auto weer rijden met de ingestelde rijsnelheid. Het systeem werkt met de functie verkeerslichtdetectie om uw kruissnelheid af te stemmen op de snelheidslimieten van de weg. De stop-and-go adaptieve snelheidsregelaar maakt gebruik van geolocatie en verbond de kaartgegevens om te anticiperen op situaties zoals een verandering van de snelheidslimiet of een bocht of rotonde verderop. Het systeem past uw voertuigsnelheid dan automatisch aan. Om de functie te activeren drukt u zo vaak als nodig op deze schakelaar om de functie stop-and-go adaptieve snelheidsregelaar te selecteren. Dit waarschuwingslampje gaat met streepjes branden om aan te geven dat het systeem wacht tot een ingestelde snelheid is opgeslagen en het bericht adaptieve snelheidsregelaar gereed, set voor inschakelen, verschijnt op het instrumentenpaneel. U kunt de stop-and-go adaptieve snelheidsregelaar gebruiken tussen 0 en 160 km per uur. De minimale rijsnelheid die u kunt opslaan is 30 km per uur. Druk deze schakelaars omhoog of omlaag zodra de gewenste snelheid is bereikt. De functie wordt ingeschakeld en de huidige snelheid wordt opgeslagen. De snelheid verschijnt in groene kleur op het instrumentenpaneel samen met dit controlelampje. U kunt de rijsnelheid op ieder moment wijzigen door deze schakelaar omhoog te drukken om harder te gaan rijden en omlaag om langzamer te gaan rijden. Als u de schakelaar omhoog of omlaag vasthoudt, dan wijzigt de snelheid met stappen van 10 km per uur. De stop-and-go adaptieve snelheidsregelaar kan worden gecombineerd met de functie verkeersborddetectie door op deze knop te drukken. Het systeem gebruikt dan de camera om snelheidslimieten te herkennen en toont deze op het instrumentenpaneel. Wanneer het bord wordt gepasseerd, neemt de regelsnelheid de waarde van de gedetecteerde snelheid aan. Je kunt ook de snelheidsregelaar activeren met vroegtijdige herkenning van snelheidsborden. Het systeem maakt dan gebruik van verbonden kaartgegevens in combinatie met cameragegevens om te anticiperen op veranderingen in de snelheidslimiet honderden meters voordat het verkeersbord verschijnt. Uw snelheid verandert dus geleidelijk ter aanpassing aan de wettelijke snelheidslimiet zonder dat u iets hoeft te doen. Om deze functie te activeren gaat u op uw OpenRLink centrale scherm naar de wereld voertuig. Selecteert u vervolgens rijhulp en tenslotte comfort. Selecteer adaptieve snelheidsregelaar volgens snelheidslimieten en kies aan of uit. De letter A verschijnt op het instrumentenpaneel ten teken dat de functie actief is. U ziet ook het bord voor de snelheidslimiet voor het wegtraject waarop u rijdt en de eerstvolgende snelheidslimiet. Als het verschil tussen de snelheid van je voertuig en de snelheidslimiet aanzienlijk is, kan je worden gevraagd om de snelheidsaanpassing handmatig te valideren door op deze knop te drukken. Er verschijnt een wit vierkant rond de aangegeven snelheid om je hiervan op de hoogte te stellen. U kunt ook de vervroegde herkenning inschakelen van de streep op de weg voor u. Selecteer nog steeds in het tabblad Comfort adaptieve snelheidsregelaar op basis van de weg voor u. Het systeem gebruikt verbonden kaartgegevens voor het anticiperen op en automatisch regelen van wijzigingen in de voertuigsnelheid als er een rotonde of een bocht in de weg aankomt. Het symbool rotonde of bocht verschijnt op het instrumentenpaneel om aan te geven dat het systeem hiervan op de hoogte is. Het systeem past uw snelheid automatisch aan volgens de verkeersborden of de streep op de weg voor u. Maar u kunt deze aanpassingen annuleren door deze schakelaar omhoog te drukken om terug te gaan naar de vorige kruissnelheid.
Als de stop-and-go adaptieve snelheidsregelaar is ingeschakeld, wordt altijd automatisch ook een volgafstand ingesteld. Deze volgafstand komt overeen met een volgtijd van 2 seconden. Dit staat in groene kleur op het instrumentenpaneel. Wanneer het systeem detecteert dat er zich op uw rijstrook een voertuig bevindt, verschijnt er een voertuigsymbool op het instrumentenpaneel boven de volgbalkjes. Uw auto past dan zijn snelheid aan op die van het voertuig voor u en remt eventueel af om de volgafstand te handhaven die is weergegeven op het instrumentenpaneel. De grootte van het voertuigsymbool verandert naargelang de afstand tussen u en uw voorligger. Hoe groter het voertuigsymbool, hoe dichterbij het voertuig is. U kunt de volgafstand tussen u en uw voorligger aanpassen door herhaaldelijk op deze schakelaar te drukken. Er verschijnen horizontale volgbalkjes op het instrumentenpaneel die overeenkomen met de door u ingestelde afstand. Hoe meer afstand tussen het balkje en uw voertuig, hoe langer de volgtijd. Circa 2,4 seconden voor een grote volgafstand en 1,2 seconden voor de kleinste volgafstand. Zodra de rijsnelheid is opgeslagen en de afstandsregeling is ingeschakeld, kunt u uw voet helemaal van het gaspedaal en het rempedaal halen. We raden u echter ten zeerste aan om uw voeten in de buurt van de pedalen te houden, zodat u altijd klaar bent om indien nodig in te grijpen. Als u achter een voertuig rijdt dat langzamer rijdt dan u, op dezelfde rijbaan, wordt uw snelheid aangepast zodat uw ingestelde volgafstand behouden blijft. Wanneer uw voorligger vertraagt en tot 30 seconden stil blijft staan om vervolgens weer te rijden, zal uw voertuig hetzelfde doen zonder dat u de pedalen hoeft te bedienen. Als het systeem een obstakel detecteert in de directe omgeving, wordt automatisch herstarten verhinderd tot de eerstvolgende uitschakeling. Als het voertuig na 30 seconden opnieuw wordt gestart, hoeft u alleen maar het gaspedaal of deze knop in te drukken om het voertuig opnieuw te starten. De melding "druk op RES of op het gaspedaal om de snelheidsregelaar te herstarten" verschijnt op het instrumentenpaneel om dit te bevestigen. Als u langer stopt dan 3 minuten, wordt de adaptieve snelheidsregelaar uitgeschakeld en de elektronische parkeerrem ingeschakeld. Wat betekent dat u de functie opnieuw moet starten. Onthoud echter dat deze functie een beperkte remkracht biedt, onvoldoende voor noodremmen. Als het systeem het gedetecteerde voertuig oranje weergeeft en samen met een geluidssignaal, geeft dit aan dat u moet opletten en klaar moet zijn om in te grijpen. Als deze weergave verschijnt samen met een geluidssignaal, moet u onmiddellijk een ontwijkende actie uitvoeren, omdat de stop-and-go adaptieve snelheidsregelaar niet hard genoeg kan remmen om het risico te vermijden. U kunt de ingestelde kruissnelheid op elk moment overschrijden, bijvoorbeeld om in te halen door het gaspedaal in te drukken. Als u een knipperlicht inschakelt, wordt de opgeslagen volgafstand tijdelijk verkleind en gaat uw voertuig versnellen zodat u kunt inhalen. Tijdens het inhalen gaat de kruissnelheid geel knipperen op het instrumentenpaneel. Let op, wanneer je snelheid hoger is dan 70 km per uur, vermindert het activeren van de richtingaanwijzer tijdelijk de geregistreerde volgafstand en verhoogt het bij de acceleratie van je auto om het inhalen te vergemakkelijken. Als u klaar bent met inhalen, laat u het gaspedaal rustig los, zodat de snelheidsregelaar en afstandsregeling automatisch weer actief worden. U kunt het systeem in stand-by zetten door te drukken op het rempedaal of op deze schakelaar. Het systeem schakelt automatisch naar stand-by wanneer de versnellingshendel in de standen P, R of N komt. Wanneer u als bestuurder de veiligheidsgordel losmaakt of een van de deuren opent of wanneer u op een steile helling rijdt. De ingestelde snelheid en de volgafstand worden dan opgeslagen. Dit controlelampje verschijnt dan grijs op het instrumentenpaneel samen met het bericht "adaptieve snelheidsregelaar uit". Om opnieuw te activeren drukt u gewoon deze schakelaar omhoog. Dan worden de laatst opgeslagen instellingen hersteld. Door deze schakelaar omlaag te drukken schakelt u de snelheidsregelaar weer in. Hierbij wordt niet de opgeslagen snelheid, maar uw huidige snelheid toegepast.
Vervolgens drukt u op dezelfde schakelaar om de stop-and-go adaptieve snelheidsregelaar uit te schakelen. Voor een correcte werking van het systeem moeten de camera en de radar goed zicht hebben en niet bedekt zijn met bijvoorbeeld vuil, modder of sneeuw. Onthoud dat de adaptieve snelheidsregelaar is bedoeld voor het rijden op snelwegen en hoofdwegen. De functie kan tijdelijk worden onderbroken wanneer er weinig of geen zicht is of als de weg haarspeldbochten heeft. De camera en radar detecteren alleen voertuigen die in dezelfde richting rijden als jij en wanneer ze zich in het detectieveld bevinden. Bovendien moet u de adaptieve snelheidsregelaar uitschakelen als u een aanhanger hebt aangekoppeld. Ten slotte is het belangrijk om u te realiseren dat deze functie een rijhulpmiddel is en dus geen reden om minder alert te zijn tijdens het rijden. Over het algemeen moet u uw snelheid altijd afstemmen op de verkeersomstandigheden, ongeacht wat het systeem aangeeft.